Het wordt nog even wachten op het besluit van de krijgsraad in verband met het wel of niet stopzetten van het 8 december strafproces. Vandaag mochten raadsleden bij de voortzetting van de strafzaak hun visie geven met betrekking tot de stopzetting van het 8 december strafproces, zoals gevraagd door de procureur-generaal. De verschillende raadsleden van de verdachten gaven aan zich terug te kunnen vinden in het besluit van de auditeur militair en beëindiging willen van de strafzaak. Na het aanhoren van de meningen besloot de krijgsraad onder leiding van president van het Hof Cynthia Valstein-Montnor de zaak te verdagen naar 30 november, zodat zij zich diepgaand kan buigen alvorens een besluit te nemen. Erwin Kanhaai, advocaat van hoofdverdachte Daisy Bouterse, zegt een eindbeslissing te verwachten op 30 november. En die rechter moet, naar het mij voorkomt, die zaak beëindigen met een eindbeslissing. Procesueel lijkt mij dat wel hoor. Maar is dat dan een goed teken voor Suriname, voor de nabestaanden? Zo van het proces is beëindigd, het is niet meer slepend. Gaat het een goede beslissing zijn voor hen? Weet u, naar mijn mening is het een goed teken. Waarom zeg je dat? Nou, omdat we zijn nu al een tijdje ermee bezig. Niemand heeft kunnen achterhalen. Als u dat dossier leest, er zijn nu 12, 13 ordners. Niemand heeft kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd. En de rol zeker van Nederland is naar mijn mening niet hard genoeg belicht. Bovendien, u weet dat Nederland alles heeft gesloten nadat ik om getuigen had gevraagd. Heeft Nederland alle archieven dichtgemaakt voor ons. Dus we weten niet wat er echt is gebeurd. En dat zullen we een keer moeten uitvinden, ja. Ik denk niet dat dat in de rechtszaal gaat gebeuren meer. Hoe dan wel? Dat weet ik niet. Ik heb daar geen gepast antwoord voor. Maar ik denk dat we als natie moeten we dat wel uitzoeken. En ik geloof dat Nederland daar een bijdrage aan kan leveren. Die Nederlanders die weten precies wat er is gebeurd. Ze hebben... Ik heb begrepen dat er zelfs filmbeelden zijn die ze hebben weggestopt voor 60 jaren. En als ze dat vrijgeven, dan kunnen we misschien wel weten wat er is gebeurd. De advocaat van de nabestaanden, Hugo Esset, had toch gehoopt dat de zaak nog in augustus zou worden voortgezet. Echter gaat het reces van de krijgsraad al op 15 augustus in en loopt tot en met eind september. Esset zegt te snappen dat de krijgsraad geen besluit kan nemen binnen 5 minuten. In tegenstelling tot Kanhaai is stopzetten van de rechtszaak niet mogelijk volgens de wet, meent Esset. Daarom kunnen wij ons ook wel terugvinden in de mening van tenminste 2 andere advocaten. 1, de advocaat van de heer Boerenveen. En 2, de advocaat van de heer Ritveld. Die hebben beide gezegd dat zij vinden dat de strafzaak gewoon door moet gaan. Omdat het in belang is van hun cliënten dat hun naam gezuiverd wordt. De advocaat van een andere verdachte heeft gezegd dat hij geen mening heeft over de resolutie en het verzoek van de OM. En de andere advocaten hebben namens de andere cliënten gezegd, waaronder dus meneer Kanhaai namens de heer Bouterse, dat het verzoek van de auditeur militair om de strafzaak te beëindigen, moet worden ingewilligd. Dus je ziet een grote variëteit aan meningen. Dus de krijgsraad heeft echt wel even tijd nodig om zich daarover te beraden. En wat houdt het beraden precies in? Wat gaan ze doen? Ja, nadenken. Nadenken en juridische argumenten op een rij zetten, uiteraard. Dus dat is het beraad. Het is geen beraad zoals bij de vakbeweging. Het is gewoon beraad over de juridische situatie, wat de wet zegt. Wat eventueel de jurisprudentie zegt, wat eventueel verdragen zeggen. En dan zal de krijgsraad een standpunt innemen waarvan wij uiteraard hopen dat het zal zijn voortzetten van de strafzaak. En waartoe wij dus ook voldoende argumenten hebben. Esset is er stellig van overtuigd dat op 30 november bekend wordt of de 8 december strafzaak wel of niet wordt voortgezet. Overigens hebben de nabestaanden een slag om de arm mochten de strafzaken niet worden voortgezet. Ruim 2 jaar geleden is er een verzoek ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens met het verzoek hen ontvankelijk te verklaren en de zaak door te geleiden naar het OAS-hof. Wij verwachten dat het Hof van OAS Suriname zal veroordelen als de zaak wordt stopgezet. Daar werd ik een jaar salaris op, zegt Esset.
Tijdens de rechtszaak ontstond er verbazing toen advocaat Henk Veldkamp namens collega-jurist Frank Truideman aangaf dat zijn cliënt Etienne Boerenveen graag voortzetting van de rechtszaak wil. Kort na de zitting stuurde Truideman echter een brief naar de hofpresident dat zijn cliënt wel stopzetting van de rechtszaak wil. In de brief vraagt hij dan ook de mededeling van advocaat Veldkamp als niet gedaan te beschouwen.